In dit filmpje bespreken we de richting maatschappij en welzijn. Maatschappij en welzijn is een studierichting met een dubbele finaliteit binnen het gelijknamige studiedomein. Dit is een theoretisch-praktische studierichting met grote aandacht voor het gedrag van de mens en zijn rol in de bredere maatschappij. Daarnaast staat het uitvoeren van zorg- en begeleidingsactiviteiten centraal. Binnen de specifieke vorming komen heel wat verschillende componenten aan bod, waaronder toegepaste fysiologie en anatomie, gezondheidsbevordering, sociologie, indirecte en directe zorg en expressie. Vanuit deze verschillende onderdelen ontwikkelen de leerlingen een brede mensvisie en voldoende zicht op bijvoorbeeld de gezinscontext. Van hieruit kunnen zij aan de slag bij het uitvoeren van begeleidingsactiviteiten. In de lessentabel zien we een duidelijke focus op het richtingvak maatschappij en welzijn, dat alle elementen uit de vorige slides bundelt. Deze focus versterkt nog in het vierde jaar met 2 extra lesuren voor dit vak. Zo worden de leerlingen optimaal voorbereid op doorstroming naar de derde graad. Leerlingen die kiezen voor de richting maatschappij en welzijn zijn sociaal voelend en creatief. Ze tonen interesse in de mens en de brede samenleving. Zij willen concreet aan de slag gaan bij het begeleiden van andere mensen. De leerlingen uit maatschappij en welzijn zullen in de derde graad kunnen kiezen voor de richtingen gezondheidszorg of opvoeding en begeleiding.